Vandaag is, net als vorige week, kwadrijdster Kimberly van der Laan mijn gast in Checkbox. In de vorige aflevering vertelde ze van achter het stuur van een Ferrari hoe ze haar sport kon combineren met haar studie medicijnen en hoe ze zich nu, als arts, ook inzet voor de KNMV. Vandaag gaat het aantal pk's terug van 400 naar 1 wanneer ik meer van haar te weten probeer te komen op de rug van een paard. Vorige week heel veel pk's in de Ferraris en we gaan deze week terug naar 1 pk, want dat is jouw droom. Ja, een soort van. Dat heb ik wel eens vaker echt, gedaan, hè? In ieder Precies. geval. Precies, want je rijdt heel veel paard. Ja. Nou is de bedoeling bij ons, wij willen geen gesprekken aan tafel hebben, maar eigenlijk of mensen helemaal uit de comfortzone trekken of juist daarin, zodat de gesprekken wat leuker zijn. En ik wil straks een gesprek met jou op zo'n paard, alleen ik moet je voor één ding waarschuwen. Jij gaat ook op het paard? Ik ga er ook op en ik heb het nog nooit gedaan. Ik kan het helemaal niet. Een opvallende combinatie. Het bedrijven van motorsport op hoog niveau en het werken als arts. Voor de 25-jarige Kimberly van der Laan is dat nooit een obstakel geweest. Naast de quadsport is paardrijden overigens ook een hobby van haar. We zijn in het Twents Ruitencentrum in Het Hulsbeek in Oldenzaal. Wie kent het niet? En op ons wacht Marieke, daar is ze al, de eigenaresse. Hoi, dat is Kimberly. Hoi Kimberly. Marieke. Hoi. En Marieke. Jij hebt wat leuks geregeld voor ons. Ik heb wat leuks geregeld. Ik heb gehoord dat jij wel eens hebt gereden. En ze willen graag interviewen op het paard. Nou, laat ik 2 paarden voor jullie hebben. Maar je hebt ook gehoord dat ik er helemaal niks van kan. Ja. Dus, ja. Heb je mij dan het grootste paard gegeven? Ja, tuurlijk. Hoe doen jullie dat trouwens met mensen die, zoals ik? Ik heb nog nooit eens mee bezig gezeten. Hoe begin je dan? Ja, dan gaan we gewoon met lessen, met privélessen beginnen we daarmee. En dan zorgen dat je alles onder de knie gaat krijgen. Hoe is dat bij jou begonnen? Ja, toen was ik al wel heel erg klein. Ja, ja. Ja, ja, ik was echt een paardenmeisje. Jij ook, neem ik aan. Ja, 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 even ja. Gegroeid. Ja. Ja. Nou, ik neem aan dat we ook netjes een cap op moeten. En we gaan alles volgens de regels doen, hè? Ja, precies. Zeker. Alles is verzorgd. Loop maar mee. Nou, daar staan ze. Voor jullie klaar. Een schimmel. Een schimmel. En de schimmel is... Die is voor jou of voor mij? Voor jou. Echt? Ah, wat mooi. Dat is groot. Hey. Hey. Ik laat hem eerst ruiken. Eens wennen, wat is het? Maar dit is gewoon wel een goed teken, hè? Ja hoor, dan moet je kop naar beneden blijven hier. Ja. Oh, een paard heeft geen kop. Sorry. Heb ik nou iemand beledigd? Nee hoor. Nee, Hassan. Hey. Ja, en, misschien Hassan wel, ja. Kijk maar uit. Ja. En jij gaat op? Fuchs. En dat is een... Mary. Terwijl ik voorzichtig opstijg, schiet me de eerste vraag al te binnen. Rijdt Kimberly misschien met iets meer voorzichtigheid op haar quad omdat ze arts is en daardoor de gevolgen van een crash vaker onder ogen krijgt? Oh ja, dat denk ik zeker wel, ja. Maar misschien niet zozeer doordat ik medisch onderleg ben, maar ik denk dat ik dat van nature al wel doe. En daarom vind ik het juist wat mooier om wat langere wedstrijden te rijden. Want het is natuurlijk een groot verschil of je 20 minuten vooruit rijdt of dat je anderhalf uur net een stapje rustiger rijdt, zodat je het kan volhouden en net iets beter tijd hebt om zelf na te denken. En dat vind ik zelf ook gewoon fijner. Dus ja, dat is het. Daarom ligt het mij denk ik misschien ook het meeste. Ik kan het beste constant een stapje rustiger rijden dan zo hard in een kwartier of 20 minuten. Dat vind ik het mooiste. En ja, ik zie natuurlijk wel de gevolgen van wat er op de baan kan gebeuren. Maar dat moet je ook wel een beetje uitzetten natuurlijk als je zelf gaat rijden. Want anders kun je zoiets gewoon niet doen en dan vergeet je dat gewoon. Maar soms zie je ook wel eens mensen vallen. Ja, of je ziet de gevolgen ervan als iemand een dwarslesie oploopt. Ja, dan denk je nog wel een keer na voordat je er op stapt. Maar ja, dat is misschien een soort deformatie of zo in het DNA. Kimberly is het kwadrijden met de paplepel ingegoten, zou je denken. Haar vader, Wil van der Laan, was in de jaren 80 succesvol onder andere tijdens de legendarische strandraces. En hij bouwde zelf zijn eigen quadmerk op. En toch was hij niet degene die Kimberly en haar zus Savannah aanmoedigde om ook op de quad te stappen. Integendeel. Misschien hield hij dat zelfs wel een beetje tegen. Ja, hij heeft het nooit heel hard aangemoedigd. Hij wilde echt dat het vanuit ons kwam dat we dat zelf zouden willen. Ja. Ja, maar dat vond hij natuurlijk en nog steeds prachtig om gewoon met z'n allen op pad te gaan. En toen is hij zelf ook gestopt toen wij zijn gaan rijden. Wat heeft je vader voor jou gedaan tijdens het quad?
Ja, eigenlijk alles, zeg maar. Zoiets kun je niet alleen bereiken. Zo'n sport moet altijd, ja, moet je een team om je heen hebben. Maar hij bouwde ook jouw kwad? Ja. Ja, en ik heb in het begin ook heel lang op een VLS gereden. Dat is het merk wat hij zelf samen met mijn moeder eigenlijk heeft opgebouwd. Ja. En later ben ik dan overgestapt naar Yamaha. Weet jij hoe jouw vader over jou denkt als kwadrijder? Nee, maar hij is vast net als elke vader heel erg trots. Ik weet het wel, want ik heb het hem gevraagd. Oh ja? Dat is eigenlijk wel een beetje wat ik voor ogen heb. Zo is dat het zou moeten om op een hele veilige manier sport te bedrijven. Want dat is het belangrijkste. Motocross is een beetje een zware, intensieve sport. En nou, daar heb ik ze mijn steentje aan bijgedragen door ze te leren rijden. De lichaam te verplaatsen, want je moet als rijder zijnde ook als bakkenist functioneren op zo'n quad. En dat is een beetje de techniek. Er komt nog bij dat er een starre achteras in zit, dus dat is al een beetje een probleem. En dat moet je zien te temmen en dat moet je dan toch wel op zo'n dusdanige manier onder de knie krijgen door het vele doen en proberen het automatisme te krijgen. Kijk, sommige ouders willen wel eens meer in de kind zien en staan ze op dat moment aan toe zijn. Hè? En ja, daar zit een gevaar aan. Daar zit een gevaar aan. Want kinderen moeten dan dingen gaan doen waar ze eigenlijk nog niet aan toe zijn. En dat heb ik altijd geprobeerd te voorkomen. Door ze op een bepaald niveau te laten beginnen en dan heel zachtjes dan door te laten gaan. Kimberly van der Laan, een aardige, intelligente jonge vrouw die de risico's van haar sport kent en bovendien haar vakkennis gebruikt om anderen in haar sport terzijde te staan. Een voorbeeld voor velen. Tijdens ons afscheid neem ik daarom ook voor haar mijn cap af. Nou, je hebt in 2 weken tijd van 400 pk naar 1 pk. Hoeveel pk heeft die kwad van jou trouwens? 55, zoiets. 55, dus ja, dus ja. Nog niet eens wat daar staat. Want hoeveel staan er daar? Een stuk of 20? Dat is nog niet eens. PK's. Terwijl de buurman mooi aan het maaien is. Dankjewel, ja. Buurman. Ja. Marieke? Ja. Hij blijft gewoon staan. Ja. Dankjewel dat we hier mochten zijn. Ja. En, dankjewel. Kimberly, dankjewel dat je onze gast was. En heel veel succes met je combinatie in je baan. Maar bij jou is alles door elkaar verweven. Ja. En dokter naast de circuits. Ja. Nog één keer even als iemand interesse heeft om als arts of als, hoe zeg maar dat, verpleegkundige? Ja, zeker. We hebben ook verpleegkundigen en zelfs door de KNV opgeleide EHBO'ers. En die kunnen zich altijd gewoon melden bij het bondsbureau. En dat is op knv.nl. En die mensen kunnen jullie altijd gebruiken. En ik wens jou heel veel plezier en succes met deze ontzettend lieve beesten. Mag ik hem meenemen? Je gaat mee naar huis. Kom maar. Mag ik dan die auto meenemen? Ja, voor Frans. Kom maar.